U zult misschien denken, wat doet ze nou sentimenteel over Den Haag? Maar ik kom daar vandaan. En vandaar. Ik wil u wat anders vertellen. De musical En u naar bed van Annie Schmid en Harry Banning. Daarin was ik een boze fee. En ik moet u zeggen, heeft u het gezien, mevrouw? Fijn. Hoef ik het u niet te vertellen. Maar het is voor de mensen die het niet gezien hebben. Ik was daarin een boze fee. En het was een heerlijke tijd. Want ik hoefde alleen maar even zo te doen. En iedereen was in de vernieling. Nou ja, dat wil zeggen, het lukte niet altijd. Want ik werd wel vreselijk tegengewerkt door de goede fee, natuurlijk. Die alleen maar het goede met de mensen voor had. En vooral met Frans, de jongen waar de musical om draaide. Nou ja, volgens mij een middelmatige jongen. Een jongen die nooit hoge cijfers had gehaald op school. Hoogstens een zesje, nooit een acht. En ik, als boze fee, was erop uit om die jongen totaal te laten mislukken. Maar de goede fee, die wilde natuurlijk het goede voor hem. En die wilde hem gelukkig maken en laten slagen in de maatschappij. Dat wil zeggen, trouwen met een aardig meisje en een keurige baan in de zaak van zijn schoonvader. Enfin, na heel veel strijd en ruzie ziet het er naar uit dat de goede vee er zin krijgt. Maar dan krijgt de boze vee een ingeving. En ze denkt, laat die jongen maar trouwen. En laat die maar gaan werken bij zijn schoonvader. Zo lollig zal dat helemaal niet zijn. Eindelijk een hoger cijfer, eindelijk een acht. Voor fatsoen en ijver, wie had dat ooit gedacht? En nou hebben we de poppen aan dansen. Nou komt het gezin. Dan hebben we de poppen aan dansen. Wat houdt dat allemaal in? Dat lieve vrouwtje, zij jaagt je op naar een hogere functie, naar de top en een duurder huis. En een nieuwe Peugeot en een tweede huis in Otterlo. En roken, roken, roken en te veel koolhydraten. En al je kinderen zo opvoeden dat ze je gaan haten. En werken met de ellebogen, meer en meer ambitie. Geld verdienen voor duurdere benzine. Onder druk, altijd voortgedreven, oh wat een groot geluk. Zo gaat dat als je gezetteld bent, in je auto zitten of je krent vette hapjes uit de supermarkt op naar het hartinfarct. Eindelijk mag je meedoen. Je bent een gewichtig persoon. Je zit als ieder ander keurig in het patroon. Dan hebben we de poppen aan dansen. Dan ben je aangepast. Dan hebben we de poppen aan dansen. Wat zit daar allemaal aan vast? Een videocassette en een kleuren tv. En nog meer status en een roze wc. En een tweede vakantie naar de wintersport. En een tweede mars weer als je 40 wordt. En roken, roken, roken en piekeren overcenten. En praten, praten, praten met belastingconsulenten. Op zondag gezetteld bent, een cijfer in het establishment, een nummer op de slavenmarkt, op naar een hartinfarct. Oh, wat een heerlijk leven, oh, wat een heerlijk lot, een
succesvol leven. Je gaat eraan kapot. En dan hebben we de poppen aan dansen. Dan heb je wat je wil. Dan dansen de poppen niet verder.